Van 15 tot 18 juni vinden de internationale Hanzedagen plaats. Naast mij zitten twee mensen en die verzorgen het publieksprogramma. En die gaan zichzelf even voorstellen. Jij bent? Ik ben Emma Quilligan en ik werk bij Niek van der Sprong Culturele Producties in Zwolle. Oké, en jij bent dan? Ik ben Niek van der Sprong zelf. En ja. Wij hebben ze van de gemeente Kampen de opdracht gekregen om uitvoerend producent te zijn van het publieksprogramma van de Internationale Hanzedagen. Ja. Wat is je aandeel hier precies in? Nou, wij zijn begonnen om een plan te maken waarbij de opdracht was om de hele stad te benutten en te zorgen dat er zoveel mogelijk spreiding van het publiek kan zijn. Zodat je niet het risico loopt dat er concentratie is, alleen zoals bij Seel Kampen of bij Kerstenhout Kampen. Maar dat eigenlijk de hele stad gebruikt wordt voor het evenement. Ja. En Emma, lukt dat voor een groot deel? Ja, zeker. We hebben heel veel partners in de stad die ons helpen om het programma vorm te geven. Dus heel veel verenigingen en organisaties die al sowieso al actief zijn in Kampen, die nemen kleine stukjes voor hun rekening. En daarmee vullen we de hele stad met het programma. Ja, zijn er ook veel vrijwilligers bij betrokken? Bij elk onderdeel zijn al sowieso al vrijwilligers betrokken vanuit de achterban van de organisatie die daarbij betrokken is. Bijvoorbeeld Ventura en Quintus, die zijn natuurlijk met hun hele achterban al betrokken. En daarnaast zijn we nu ook op zoek naar algemene vrijwilligers. Dat loopt nu net. Als bijvoorbeeld informatievoorzieningen voor het publiek of om locaties, mensen wegwijs te maken op verschillende locaties. Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden als ze daar animo voor hebben? Dat kan allemaal via de website hanze2017.nl. En daar kan je dus aanmelden van vrijwilligers. En we hebben speciaal iemand die dat opneemt en die inventariseert en die mensen verdeelt onder de verschillende werkzaamheden. En komt er een programmaboekje? Er komt zeker een programmaboekje, maar dat duurt nog even omdat heel veel programma's nu ontwikkeld worden. En onze website is nu vooral het medium waar alle programma-onderdelen, zodra het klaar is, zetten we het op de website. Ik heb al wel op jullie website heb ik een aantal dingen gezien. Hè? Dat er markten zijn die met ambachtelijke markt bijvoorbeeld. Ja, dus de traditionele Hanzenmarkt langs de Beugel, dat is eigenlijk het hart van de internationale Hanzedagen. Daar presenteren de ongeveer 100 deelnemende Hanzensteden, die presenteren zich daar. En dat is het, zeg maar de aarde van alle markten. Uiteraard hebben we nog de gewone weekmarkt zoals altijd in Kampen. En er is ook nog cultuur, een streekmarkt met streekproducten. Maar de hoofdmoot is de Hanzenmarkt op zich. Ja, ik heb ook gelezen dat er ook qua religie ook iets gedaan wordt. Je bedoelt... In een tent met diensten. Ja, er is op zondagochtend is er een grote ecumenische kerkdienst in de Bovenkerk. En die wordt in 3 talen gedaan. Dus Nederlands en Engels en Duits. Dus we hopen dat alle buitenlandse gasten die dan in Kampen zijn ook naar die dienst gaan als ze geïnteresseerd zijn. Ja, en zijn er verder nog spectaculaire dingen te verwachten? Sorry. Nou, zeker wel, want we hebben bijvoorbeeld de Ridders van de IJssel die gaan een veldslag naspelen. Die zijn met 300 figuranten, hebben ze een heel kampement gaan ze opzetten. En ze spelen daar de veldslag uit 1437. Ja, dat speelt zich af bij de Sellers Broederpoort, hè? Broederpoort, uiteraard. En van Heusplein komt een groot podium in het water te liggen, waar eigenlijk elke avond een groot concert wordt gegeven. Waaronder de Common Lindens op zaterdagavond. Maar ook een concert van de AMDG uit Kampen zelf met een groot concert. Dus er is, dat zijn twee hele belangrijke dingen. Maar dan vergeet ik natuurlijk nog de Koggenwerf met het havenkwartier. En misschien kan Emma nog wat vertellen over het Prinsenkwartier. Want dat is een hele theaterwijk in Kampen die opgezet wordt door Quintus en Ventura. Het Prinsenkwartier is dus het gebied rondom de Bovenkerk. En het is een samenwerking tussen Ventura, Quintus en de Bovenkerk zelf. Op verschillende podia rondom de Bovenkerk, maar ook in de kerk zelf zijn theater- en dansacts te zien. Kleine muziekoptredens. Straatfiguranten zoals levende standbeelden. Acts die gewoon rondlopen. Dus het bruist daar van allemaal kleine acts op het gebied van theater en muziek.
En ik denk dat het ook leuk is om het Volkollenfestival te vertellen in het Stadspark. Rond de kinderboerderij vindt Volkollenfestival ieder jaar plaats. En voor de gelegenheid is dat een tweedaagse editie. Dus niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag vindt het Volkollenfestival plaats. Dat organiseert Erwin Brugman? Ja, zeker. Dat organiseert Erwin. En een aantal belangrijke onderwerpen zoals veiligheid en de materialen, die doen we samen. Maar Erwin is daar inderdaad leidend in. En we hebben hem gevraagd om nadrukkelijk ook lokale bands en bands uit andere Hanse steden te programmeren. Zodat het een echte Hanse editie wordt. Nou, dat is gelukt. Volgens mij heeft hij een heel mooi programma. Ja. En zijn er ook bands vanuit buitenland? De Hanse steden die nemen allemaal cultuurgroepen mee. Dus we hebben nu zo'n 45 à 50 aanmeldingen al van cultuurgroepen. En dat loopt uiteen van dansgroepen tot rockgroepen, maar ook orkestjes, shantykoren. Heel uiteenlopend pluimage. En die gaan wij eigenlijk allemaal op kleine podia door de stad heen programmeren. En ook hier langs de IJsselkade? Ook langs de IJsselkade, maar de IJsselkade is nou weer echt de kade waar we een tentoonstelling, een historische tentoonstelling van transportschepen laten zien, van kogge tot kooster. En daarin willen we eigenlijk laten zien dat transport over het water, dat is eigenlijk waar Kampen destijds groter is geworden. En dat is eigenlijk nog steeds een hele belangrijke verkeersader op het water. En we laten eigenlijk langs de hele kade, vanaf de Koggewerf tot aan het Oorgat, laten we eigenlijk een overzicht zien van allerlei transportschepen die door de jaren heen gebruikt zijn. Ja. Is het programma elke dag hetzelfde of heb je elke dag andere evenementen? Nee, de basis van het programma is in principe hetzelfde. Op vrijdag en zaterdag starten we om 11 uur. En dan gaan de buitenpodia tot ongeveer middernacht door. De overdagprogramma's die stoppen tegen een uur of 6 of 8. Op zondag starten we ietsje later om 1 uur. Vaste doorlopende onderdelen, dus bijvoorbeeld die schepen of de musea die allemaal exposities hebben, die zijn elke dag hetzelfde. Maar elke dag hebben we ook een aantal verrassende elementjes die speciaal op één moment worden gepland. Bijvoorbeeld de roeivereniging hier uit Kampen, die organiseert een roeiestafette startend in Doesburg tot aan Kampen. Als een soort van estafette halen ze andere roeiers op uit die Hanse steden. En dan komen ze op zaterdagmiddag hier met een groot muzikaal onthaal komen ze binnen. Nou, dat is echt alleen op die zaterdagmiddag te zien. Ja, het wordt wel heel spectaculair, hè? Ja, zeker. En dan zou ik heel graag nog willen vermelden dat we een hele goede medewerking van de horeca hebben op dit moment. Omdat we zeg maar op de Nieuwe Markt hebben we een hele groot openlucht restaurant gaan we creëren. Omdat zoveel gasten we ontvangen, daar is de huidige horeca is natuurlijk de capaciteit te weinig. Dus we moeten dat uitbreiden. En daarin hebben we de samenwerking gezocht met de lokale horecapartners. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed, zodat we op alle pleinen en mogelijkheden extra voorzieningen hebben om alle gasten te ontvangen. Ja, wanneer denkt u dat het programmaboekje uitkomt? Nou, zodat mensen zich kunnen oriënteren, hè? Wanneer ze waar naartoe willen. Ja, dat durf ik eigenlijk niet zo uit mijn hoofd te zeggen. Maar ik denk dat het ongeveer een paar weken van tevoren op zich wel klaar is. Maar we zullen vooral ook via onze website en social media laten zien dat het programma eigenlijk al lang klaar is. En dat je niet moet wachten op het boekje. Maar dat je allerlei andere manieren ook al je kan voorbereiden op het programma. En zeker de mensen in Kampen zelf uiteraard. Ja. Ik heb nog een andere vraag. De toegankelijkheid. Voor mensen die slecht lopen bijvoorbeeld, is daar aan gedacht? Ja, de meeste podia zijn in de buitenlucht. Dus die zijn sowieso, de normale voorzieningen zijn daar voor. We zorgen dat er op een aantal plekken in de stad extra toiletten, speciaal voor minder valide, worden geplaatst. Dus op die manier wordt er aan gedacht. En ook de parkeervoorzieningen worden speciaal voor minder valide nog wat dichter bij de binnenstad gehouden. En niet ver van de binnenstad af. Nee, want dat zou dus problemen kunnen geven, hè, voor die mensen die minder goed lopen. Ja, ja, in principe zijn het merendeel van het programma is in de buitenlucht. Dus dat is allemaal gewoon te doen. Ja, maar ze moeten er wel naartoe, toch? Ja, ja, zeker. Nou, daarvoor laten we dan de parkeerplaatsen dicht bij de stad. Ja, ja. Nick, heb jij verder nog iets toe te voegen?
Nou, als aanvulling, binnenkort is er een overleg met een clubje die speciaal de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad met ons wil bespreken. En dat weet Emma nog niet, maar die vergadering is volgende week of over 2 weken gepland. En dan gaan we juist specifiek op de knelpunten in, kijken of we daar zeg maar maatwerk kunnen leveren. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk nog volop in de running? We zijn nog volop in de running, want ja, we zijn er eigenlijk met een aantal mensen wel dagelijks mee bezig. Dus, maar dat is ook nodig, want als je tussen de 200 en de 300 mensen wil ontvangen 4 dagen lang, ja, dan moet je gewoon goed beslagen ten ijs komen. Ja, inderdaad. Wou je nog een oproep doen aan de burgers voor vrijwilligerswerk? Nou, dat is wel een goeie. Ja, we zoeken dus nog vrijwilligers, betrokken kampenaren die ons willen helpen. En dan met name voor als gastheer of gastvrouw voor de buitenlandse en ook de binnenlandse bezoekers en toeristen die naar kampen komen. Om algemene informatie te voorzien vanuit de stad, maar ook het evenement zelf te promoten. En mensen die met de handen uit de mouwen kunnen helpen met kleine klusjes, zoals materialen verplaatsen. Dingen opbouwen misschien? Ja, dingen opbouwen. Mm-hmm. Kleine werkzaamheden, logistiek, zeg maar. En waar kunnen ze zich opgeven? Nou, dat kan via de website hanze2017.nl. Daar is ook een speciale mensen die dat, zeg maar, de aanmelding opnemen en ook instructie geven. En de mensen verdelen over de verschillende werkzaamheden. Ja. Al die mensen die hier naartoe komen, die willen misschien hier ook wel overnachten. Gaat dat allemaal lukken? Nou, niet met de huidige capaciteit van de hotels die we hebben. Ik geloof dat alle hotels die er in kampen zijn al vol zitten. Maar er komt een grote aantal slaapboten worden er ingehuurd. Ook langs de kade zijn een aantal boten die zeg maar geschikt zijn voor overnachting. Daarnaast in de omgeving van kampen hebben we veel capaciteit in Zwolle, wat gebruikt wordt, maar ook recreatieparken in de omgeving, die zijn aangeschreven en die kunnen mensen benaderen. Dus het is eigenlijk voor ieder wat wils. Als je luxe wil, dan kan je een hotel, maar je kan ook met een camper komen of op een kampeerterrein of recreatieterrein. Ja. Nou, het wordt volgens mij een prachtig evenement, of niet? Nou, dat hopen we. Ja, er zit in ieder geval heel veel werk in. Ja, ja, maar we hopen op een goed resultaat als het weer ook meewerkt. Ja. Nou, ik bedank jullie tot zover. Als er meer nieuws is, komen we graag nog even bij jullie terug. Nou, dat doen we ook heel graag, want we willen eigenlijk de mensen zo goed mogelijk informeren. Want ja, we zetten natuurlijk wel de stad op zijn kop. Maar dat is ook, dat kan je ook maar één keer in je leven doen. Want voordat we weer aan de beurt zijn om gastheer te zijn, dan zijn we vele jaren verder. Ik bedank jullie allebei hartelijk voor je medewerking. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, graag gedaan.